Ik sta hier in het duurzame warenhuis Tomo in Leidschendam, Mall of the Netherlands. Volledig gericht op de duurzame producten. En ik ga je een kijkje nemen. Kijk je met me mee? Tomo is een nieuw warenhuis. Als eerste duurzame warenhuis ter wereld laten ze zien hoe je fashion, beauty en lifestyle onlosmakelijk met duurzaamheid verbindt. Tomo heeft een sociale, duurzame missie en is op weg naar circulariteit. Tomo heeft bijna 100 merken geselecteerd die voorop lopen in duurzaamheid. Van klein en nog onbekend tot groot en al gevestigd. Overeenkomst is dat ze bijdragen aan de mooie wereld van morgen. Ieder product van elk merk vertelt een verhaal over duurzaamheid en circulariteit. Wouter, wat is jouw favoriete afdeling hier in Tomo? Ja, voor mij, mijn favoriet is Diverse sneakers, die niet alleen kijken naar de samenstelling van het product, is dat wel verantwoord, maar de hele keten hebben ze de waste uitgehaald. En de meeste waste in de keten zit in niet rendabele maten, dus alles wat je koopt wordt voor jou personally geproduceerd en je hebt het in een week in huis. Of je deze nu wil hebben of een in een andere kleur, het wordt voor jou gemaakt. De merken worden beoordeeld op 4 criteria. Levensduur, impact op mens, maatschappij en milieu, productieomstandigheden en potentie voor hergebruik. In een circulair warenhuis is het natuurlijk ook belangrijk dat je spullen kan terugbrengen. Hiervoor heeft men een samenwerking met Drop & Loop. Elk duurzaam warenhuis heeft natuurlijk een afdeling waar je kan huren en een afdeling tweedehands. Vooral dat is natuurlijk erg populair op dit moment. Opvallend hier ook de paskamers die aan te passen zijn aan de omstandigheden van de dag. 'S Avonds thuis of gewoon in de buitenlucht. Wat ik zelf heel sympathiek vind is het merk Shelter Suit. Pastimmers die van afgedankte stukken stof kleding maakt en voor elk tweede stuk een warme slaapzak geeft aan daklozen in de rest van de wereld. Tomo zet in op verlenging van de levensduur van producten. Hoe langer iets wordt gebruikt, hoe beter dat is voor de wereld. Daarom zijn een aantal re-commerce services terug te vinden. Huur, vintage, gratis reparatie, recycle en een reward programma. De missie is ook terug te zien in de winkelinrichting. 95% van het winkelinterieur is duurzaam of circulair. Ook voor het interieur zijn restmaterialen de basis geweest.